Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een hele nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik wil even zeggen, in deze video toon ik jullie hoe je een nuke haalt op Black Ops 4, wat echt episch is. Iedereen wil echt een nuke halen. En ik vertel jullie het geheim hoe je heel snel en makkelijk een nuke haalt op Black Ops 4. Want ik heb al 4 nuclears en ik wil dat vertellen aan jullie, zodat jullie dat ook kunnen. Want ik weet hoe jullie zijn legends en jullie kunnen dat ook. Dus ik zou wel zeggen, hopelijk vinden jullie deze video leuk. Geef zeker een blauw duimpje omhoog en kunnen we 100 likes halen. Zo super nice zijn. En dan zou ik gewoon zeggen, geniet van deze video. Voordat deze video echt begint, wil ik even een hele dikke shout-out doen naar mijn broer. Voor de mensen die mij kennen via YouTube, die weten natuurlijk niet dat ik een broer heb. Ik heb een broer, hij noemt Casper. En zijn hobby is muziek maken, gewoon DJ'en en zelf muziek maken. Elk klankje maakt hij zelf. En hij heeft ook een pagina op SoundCloud waar dat hij bijna 2000 volgers op heeft. En ik wil hebben dat jullie gaan volgen op SoundCloud die bijna die 2000 volgers heeft. Dat zou echt episch zijn. Ik heb een heel klein stukje hoe dat hij muziek maakt en welke soort. Dus ik zou gewoon zeggen, geniet ervan. Iedereen die deze video kijkt, volg mijn broer op SoundCloud. Ik zal het linkje in de beschrijving zetten en nu gaan we echt door naar de video. Jullie zien nu op de achtergrond Call of Duty Black Ops 4 gameplay op de map Slums, waar ik 60 op 3 sta. Echt een super crazy match. Ik haal ook een nuclear in de game, dus ik zou gewoon zeggen, kijk de video uit. Dan kan je zien dat ik een nuclear heb gehaald in die map. Vandaag geef ik jullie tips hoe je heel snel en makkelijk een nuke haalt. De eerste tip is echt een legend tip. Je moet spelen met je vrienden en je moet hardcore domination spelen. Waarom hardcore domination? Gewoon, het is gewoon zo makkelijk en hardcore. Wie het eerste schiet, wint altijd. Want in hardcore moet je maar één kogel schieten en dan zijn de enemies dood. Ik vind persoonlijk dat je in Call of Duty Black Ops 4 echt heel veel leven hebt. En op hardcore merk je dat natuurlijk niet, want hardcore is zoals elk jaar eigenlijk gewoon één kogel en dood. Zo simpel is het. Hardcore is gewoon de key. Gewoon als killstreak, UAV, counter UAV. En strike team nemen. Waarom strike team? Strike team tel mee voor je nuke. Nu niet meer, want Call of Duty heeft een nieuwe update gedaan. Iedereen heeft die update waarschijnlijk al gedaan. Die hele lange update van 10 minuten die ik ook heb moeten doen. Die update zorgt ervoor dat strike team niet meer meetelt voor je nuke. Dat is natuurlijk heel jammer, want strike team maakte heel erg veel kills. En als je strike team bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, 15 kills heeft gemaakt en jij jezelf 10 kills, dan heb je samen 25 killstreak eigenlijk. Maar nu telt strike team niet meer mee, wat echt heel erg jammer is. En persoonlijk vind ik dat ook jammer, want nu is nuclear echt gewoon moeilijk om te halen. Maar toch speel ik hardcore domination. Hardcore domination is gewoon de key voor nuclear halen. Ik zeg het jullie, gewoon UAV en counter UAV, heel je team, al je vrienden. Als je met 5 vrienden speelt en allemaal UAV en counter UAV haalt, Dan heb je het gewoon gemaakt en is het gewoon zo makkelijk voor killstreaks te maken. Als ik jullie ook een tip mag geven welk wapen ik zou nemen, dan zou ik de Viper of de Maddox nemen of de Titan. Want de Titan als light machine gun nemen, die is echt gewoon overpowered. De Titan is zo'n goed wapen. En ik spreek nu natuurlijk gelijk dat ik een Jaraski ben of een pro gamer, maar dat ben ik helaas niet. Ik geef jullie gewoon tips hoe ik zelf mijn nuclear heb gehaald. Ik heb al 4 nukes gehaald. 3 in hardcore en 1 in core. En persoonlijk vind ik, in hardcore is het veel makkelijker voor 1 te halen dan in core. Waarom is core moeilijk? Persoonlijk vind ik dat je in core, dat het leven echt gewoon heel hoog is. Je moet echt gewoon 5 kogels schieten tegen wanneer er iemand dood is. En soms healen ze hunzelf nog een keer en dan moet je nog een keer schieten. Dus daarom vind ik hardcore makkelijker eigenlijk. Ik weet, sommige mensen kijken niet graag game video's, maar game video's maak ik voor de mensen die ook eigenlijk hetzelfde spel spelen zoals mij. En die het ook hetzelfde willen behalen. Die ook een keer een nuke willen halen. En daarom maak ik zo'n video. Omdat ik weet dat er sommige mensen ook een nuke willen halen. Maar soms lukt het gewoon niet. En die Engelse YouTubers, die snappen ze soms niet. Dus daarom dacht ik, ik zal het gewoon in het Nederlands doen. Dat zijn eigenlijk de tips. Gewoon hardcore spelen en met je vrienden spelen. Als je die twee dingen doet. En de derde tip is gewoon UAV, counter UAV instellen. En dan heb je het gewoon gemaakt. Als je dan gewoon die spawn trap doet met je vrienden. En dat je zo communiceert wie dat er bijna een nuke heeft. Dan,
dan moet het gewoon haalbaar zijn als je die dingen doet. En zo zou ik nu een nieuw kleur halen. Dus hopelijk vond je deze video leuk. Geef zeker een blauw duimpje omhoog. Stel allemaal UAV en Counter UAV in. Speel allemaal Hardcore Domination samen met je vrienden. Want als je heel alleen speelt, dan is het gewoon bijna onmogelijk. En hardcore gewoon omdat je één kogel moet geraakt worden en je bent dood. Dus hopelijk hebben jullie iets aan mijn tips. Halen jullie ook heel snel een nieuw kleur. En dan zou ik gewoon zeggen, dan zie ik jullie terug bij de volgende video.